Roel Paulussen, blij u hier te zien. Je had eerst gezegd van ja, ik krijg geen crosswedstrijden meer in België, maar ja, oké, de organisator heeft u toch wel overtuigd om hier te rijden. Ja, zeker omdat het hoefverlies is. En, ik van de week schreef op Twitter. Dat is wel mijn eerste Belgische titel, de eerste Olympische selectie en de wereldbeker gewonnen heb. Dus dat is zeker iets speciaals voor mij. En al bij al voelt nog mee. Ik had wel een materiaal probleem. In de tweede ronde kwam een zaal los. Dus ik heb heel de koers met een losse zaal gereden. En dan reed ik de deur kom. Maar al bij al viel nog mee, want ik heb het gans jaar eigenlijk niet één cross-country gereden. En ik heb zelfs geen marathons gereden de laatste 2-3 weken. Want ik heb nog een zwaar programma, waar komt ik? Volgende week krijg ik Roc d'Azur. En dan vertrek ik onmiddellijk naar Brazilië voor de Brazilië-ride. Dus dat is nog een zwaar programma, dus wil ik eigenlijk de maand september wat rustiger aan doen. Ja. En al wel viel het nog mee eigenlijk. Ook van, mijn parcours lag misschien ook een beetje in mijn voordeel, niet zo extreem snel. Ja. Dus werd er niet zo omhoog gesprint, like ik gewend ben van in de cross country. Juist. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden. En alleen ja, die paar problemen die ik had, dat voelde ik dan. Je ziet mijn zaal, die is volledig 3 centimeter, die hangt volledig los die zaal. Ja. Ja, maar ja, dat zijn problemen waar je weinig van. Ja, maar ik kwam dan toch per se. Ja. Als je stopt, dan verlies je veel tijd. Ja. Toen ik dacht, oké, dan rijd ik zo veilig. Maar dat voelde dan het laatste. Zeker in die langere klimmen, dan zit je niet meer juist op je fiets. Juist. Ja. Maar ja. Heel belangrijk. Nu naar volgend jaar toe ga je dan ook toch wel nog wat. Zien we bijvoorbeeld een mei hier terug in de verlies? Ik heb een nieuw contact voor jaar ondertekend met Torpado. Maar die focus ligt natuurlijk op een paar internationale evenementen, zoals Cape Epic waarschijnlijk. Dus ik ben niet zeker met wie ik rij of hoe ik rij. En dan natuurlijk voor Torpado Italiaans merk is Italiaanse wedstrijden. Die marathons is heel belangrijk, dus ja. Daar blijft die focus op liggen. En ik denk dat het weinig zin om echt toe te leggen opnieuw op die cross country. We hebben jong gasten genoeg die sterk genoeg zijn. En ja. Het kost te veel tijd en energie om terug om die ranking terug op te schuiven. En in een marathon kan ik internationaal top 10 rijden. In Italië kan ik rijden het gans gaan voor het podium. Dus het zijn podiumplaatsen en overwinningen die tellen van de sponsor. En, het ligt mij ook beter en dat ik blijf daarbij. En dan nog een slotvraagje. Volgend jaar op 21 september wordt in Beringen het Belgisch kampioenschap marathon georganiseerd. Zien we je daar aan de start? Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Ja. Het Belgisch kampioenschap marathon, zeker. Dat is ook weer een thuiswedstrijd. Ja. Dus daar zal ik zeker aan de start staan. Oké. Okay. Hartelijk bedankt en nog veel succes. Oké. Okay.